Ja, goedenavond, dames en heren. Dit is de avondetappe en wij komen vandaag uit Vlissingen in Zeeland. Welkom. Ik heet Astrid Wisman en ik ben regisseur van de avondetappe. Ik werk bij de NOS en we gaan het hele land door om op verschillende locaties de avondetappe te doen. We hebben een format bedacht dat we dus of een avondetappe maken vanuit een toerstartlocatie van vroeger, of een finishlocatie, of dat er een renner vandaan komt. En onze collega en zeer bekende wielrenner Ducro, Maarten Ducro, komt hier vandaan. Dus vandaar dat we hier in Vlissingen zijn. Maarten Ducro, welkom in Vlissingen. Voel je je al een beetje thuis? Jij bent hier geboren. Ja, nee. Ik, vorige week was ik hier nog op vakantie. Mijn hele familie woont hier nog. Dus ik voel mij Vlissinger en ik kom thuis. We hebben deze machinefabriek gekozen hier in Vlissingen omdat we goede ruimte hebben. We zitten binnen, maar ook een klein beetje buiten. Zeker met het weer wat we nu hebben in augustus. Hadden we zoiets van, we gaan voor het zekere dat we in ieder geval een binnenlocatie hebben met een uitstraling van buiten. Ja, ik ben Anneloes Christ en ik ben producer bij NOS Studio Sport. Wij zijn hier bij de avondetappe met een crew van ongeveer 25 à 30 personen. En die reizen eigenlijk 3 weken lang reizen we met elkaar door het land en hebben we op elke locatie een andere uitzending. Klopt, we hebben inderdaad die 25 man crew bestaan inderdaad wat je zegt uit catering, maar ook uit cameramensen, uit regie, uit lichtmannen, de productie dus zelf, we hebben de redactie, de analisten. Dus wij komen eigenlijk aan op een locatie en dan zorgen we dat iedereen een plekje heeft om te kunnen zitten. Want de redactie wil bijvoorbeeld de koers kijken van die dag en dat doen ze dan met elkaar, zodat ze aan tafel vanavond het erover kunnen hebben en met elkaar de koers van de dag kunnen bespreken. En wij zorgen als productie dat iedereen dus kan zitten en kan drinken en eten. Dat doet onze crew catering heel blij mee. Die reizen ook lekker met ons mee. Ja, en alle technici die gaan met de wagens en alle camera's opbouwen. We hebben een grote regiewagen buiten. Daar gaat onze regisseuse in zitten met alle andere technische mensen van beeld, geluid. Dan hebben we dus vanavond een live uitzending van 3 kwartier. En daarna breken we de boel weer af binnen een uur en dan zijn we weer weg. We hadden net dat Vlissingen de dichtstbijzijnde stad is ten opzichte van Parijs. Dus dat is wel een leuk detail. Dus dichterbij dan Parijs komen we niet dit jaar.